Hoe verkoop je 110 kunstwerken van 1600 euro per stuk in 32 seconden? Dat en meer in deze videocompilatie van 7D-TV. Ik ben Ronnie Overgoor en op mijn YouTube-kanaal 7D-TV interview ik ondernemers om jou te inspireren. Omdat je zelf onderneemt of omdat je ondernemer wil worden of omdat je ondernemerschap gewoon tof vindt. En naast deze complete interviewvideo's maak ik ook compilaties, zoals deze. Met het bijna ongelofelijke verhaal van Christian Luiten van Avant Arte. Oftewel, hoe een student aan de HVA het schopt tot een grote jongen in de kunstwereld. Maar ik moest natuurlijk wel voor mijn ouders doen alsof ik naar school ging. Ja, ja. Dus toen ging ik gewoon naar de bieb toe. En in die tijd was ik dan niet thuis, zeg maar. Ging ik gewoon naar de bieb toe en daar waren heel veel boeken. Ja, ik kreeg interesse in kunst. Ik kon gewoon heel veel leren in die tijd over kunst. Als ik geïnteresseerd ergens in raakte, ging ik op zoek op internet naar nieuwe dingen. Van nieuwe muziek, nieuwe rappers of nieuwe fashion designers. En toen met interesse in kunst gebeurde datzelfde, zeg maar. Dus toen ging ik gewoon het internet op en zoeken naar jonge kunstenaars die ik heel tof vind. En ik zag gewoon heel veel toffe dingen die ik eigenlijk nooit zag eigenlijk helemaal. We hadden een soort van een document opgesteld met alle kunstenaars, jonge kunstenaars die we wouden kopen als we wel geld hadden, zeg maar. Ze hebben een eigen account begonnen, Avant Arte, op Tumblr, zeg maar. En ja, later heel snel al naar Instagram gegaan. Wat we doen als bedrijf is, we werken samen met kunstenaars, met de grootste kunstenaars van de wereld eigenlijk. En daarmee collaboreren we. Ja, inmiddels. En dan doen we limitation prints of limitation sculptures. En dat verkopen we op onze website. Vorige maand hadden we een print gedaan van 1600 euro. 1600 euro deden we er 110 van. Met één Instagram post. En dat verkocht uit binnen met 32 seconden. Met 32 seconden? 32 seconden, ja. Inmiddels heeft Avant Arte het Instagram-account, ik geloof, 2,2 miljoen volgers. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat het niet slechter is gegaan sinds dit interview met de handel van Christian Luiten. Wil je het hele gesprek zien? Klik dan hierboven of blijf lekker deze video nog even uitkijken, want ik heb alle linkjes naar de video's in de beschrijving staan. Wil je meer van deze video's zien of wil je 7D volgen? Abonneer je dan hieronder op het kanaal. De volgende gast is Manon van Essen. En Manon is al 3 keer te gast geweest op 7D-TV. 1 keer 7 jaar geleden, 1 keer 3 jaar geleden en 1 keer vorig jaar. Een prachtige rasondernemster die na een aantal andere projecten op een gegeven moment om het idee kwam om gezonde pizza's te gaan maken. Wat uitgroeide tot het bedrijf Magione. Wat weer uitmondde in een groot succes, want vorig jaar verkocht ze Magione aan Dr. Utker. Ik heb een aantal fragmenten uit de 3 interviews met Manon voor je op een rij gezet. Zag ik eigenlijk in de Deloitte Fast Fifty dat de bedrijven die zich richten op printing on demand, ja, dat die heel snel aan het groeien waren. Ja. En ik dacht, nou, laat daar eens onderzoek naar doen, want daar zit vast iets in wat zij heel erg goed doen. En dat waren toen Vistaprint, Albelli en The Greets, zeg maar. Ja. En ik heb onderzocht wat zij heel goed deden en wat zij nog niet goed konden. En één ding daarvan was, eigenlijk kon alles op het gebied van online printen, maar niemand kon een eigen handschrift toevoegen. En ik dacht, als ik dat nou aan al die partijen kan verkopen en die partijen groeien heel hard, dan kan ik meeliften. Ik hou gewoon van pizza, dus mijn hart zou altijd bij pizza blijven. Dus er komen misschien pizza-gerelateerde producten, maar ik zou niet snel naar iets anders grijpen. Want ik vind, pizza is een van de grootste foodmarkten ter wereld. Het is heel betaalbaar, dus iedereen kan het kopen. En daarnaast is het gewoon een sexy product. Ik denk dat ik pas rust als we het grootste pizzamerk zijn, maar het grootste pizzamerk van Nederland zou mooi zijn. Eerst even de deal. Hoe gaat zoiets? Oh, het was vreselijk. Nee, als je iets begint, dan heb je natuurlijk een droom. En ik heb altijd gezegd, al vanaf het eerste interview, van ik hoop dat ik het ooit mag verkopen aan een grote multinational. En eigenlijk waren wij gewoon lekker aan het bakken. En we waren gewoon hartstikke hard aan het groeien. En toen vorig jaar, vorig jaar denk ik, toen kwamen aantal grote FMCG-partijen en die begonnen een soort van te vechten onder Joni. En mijn compagnon en ik keken elkaar aan van ja, misschien is dit dan toch het moment, zeg maar. En dat hadden we helemaal niet verwacht al zo snel. En ook hier geldt weer, wil je de hele video's terugkijken van Manon, kijk dan in de beschrijving hier onder deze video als je klaar bent met kijken. En dan kun je rustig al de gesprekken met Manon terugkijken als je wilt. De derde ondernemer is een jonge gast die meelift op de digitale transformatie in het onderwijs. Hij is medeoprichter van Mr. Chat, een persoonlijke online huiswerkbegeleider.
alle niveaus en alle leerjaren kunnen we helpen. Dus er zit altijd binnen onze openingstijden, binnen 10 seconden iemand voor je klaar die je verder gaat helpen. Ik noem mezelf altijd een mislukt product van het huidige onderwijssysteem. Het is niet een fit voor iedereen. Daar probeer ik eigenlijk iets aan te veranderen. Het is echt wel een beetje voor mijn 15-jarige ik, zeg maar, waarom ik dit doe. Innovatie kan ook niet worden ingekocht door scholen, omdat het simpelweg alleen maar gaat over leermiddelen. En het enige leermiddel wat echt erkend wordt is een boek. Vind je deze video interessant en wil je nog meer compilaties zien? Blijf dan vooral even hangen, want over een paar seconden een linkje naar 2 andere videocompilaties. Met daarin onder andere interviews met Pieter Zwart van Coolblue en Jitse Groen van Thuisbezorgd. En met Won Yip, de grote horeca-ondernemer die we inmiddels allemaal in Nederland wel kennen. Dat over een paar seconden. Blijf kijken.